Boom, haha, zijn we begonnen. Zomaar, een nieuw item, een verse item. Een kakelvers item. En dan vraag je af, waar gaan we het over hebben? Om heel eerlijk te zijn, geen fucking flauw idee. We hebben meegekregen van jeeën dat we moeten praten over wat retro is en wat niet. Nou dus gaan we. Je hebt al een idee. Ik heb al een idee. Gewoon. Ja, wat is retro, wat niet? Ja, laten we daarover gaan uitweiden met de enige echte retro-kenner hier, Jasper. Ja, Jasper, ja, zeker. Jasper zit erbij. Boom, wat is retro? Als ik grijze baard heb, is dat retro? Vintage. Vintage, ja. Is dat. Ja, brokante. Vintage, ja, en brokante, stonewashed, vintage. Nee, dat is niet retro. Wat verschilt tussen vintage en retro? Dat leg ik je zo meteen uit. Oké, nou, laten we... We zijn zo bij je terug na deze aankondiging van Koos. Laten we beginnen met wat is het verschil tussen vintage en retro? Ja. Lijkt me een mooi startpunt. Poeh, ja. Vintage is retro wat je duurder kan verkopen. Stelling. Hoe bedoel je duurder? Nou ja, wat? Je koopt een oude kast bij de kringloopwinkel en dan zeg je, oh, het is vintage. En dan verkoop je hem twee keer zo duur weer door. Ja, omdat je een vintage winkel hebt. Ja. Maar de kast is hetzelfde. Is er een verschil tussen vintage en retro? Vind je dat? Ja, vind ik, voelt heel anders. Ja, voelt echt heel anders. Is het een semantisch verschil? Of? Ja, het is absoluut semantisch. Ik vind dat er... Is het een romantisch verschil? Ik vind ook dat er... kijk, weet je wat is? Retro is eigenlijk, retro is mijn oordeel. En vintage is een wat eclectischer begrip, denk ik. Waarbij die emotionele lading gewoon heel belangrijk is. Bij welke discussie ben ik in godsnaam aangekomen? Het verschil tussen retro en vintage. Nee, wanneer is iets retro en wanneer niet? Dus we hebben nu vastgesteld, een grijze baard is niet retro, dat is vintage. Ik denk dus sowieso dat voor iedereen retro iets anders betekent. Sowieso, nostalgie speelt natuurlijk wat een gigantische rol. Wat betekent het voor jou, Koos? Voor mij is het heel simpel. Alles wat nog analoog videosignaal doorgeeft, dat durf ik wel als retro te bestempelen. Zodra we het Xbox 360, PlayStation 3 tijdperk opgaan, ja, heeft de HDMI-stekker, is te nieuw. Nee, dat ja, maar wat de Xbox 360 heeft de analoge stekker ook gewoon. Over 100 ja, jaar is maar dat toch ook retro? Ik niet helemaal mee. Huh? Over 100 jaar is dat toch ook retro? Dus dat schuift gewoon mee. Dan. Ja, maar leef ik niet meer, dus daar ga ik ook niet over oordelen. Dat denk jij, man. Nee, dat weet ik wel zeker. Jij hebt die... Duurt niet lang meer. Die, gewoon die booster nemen. Dan, daarom. Ja. Hey, maar even kijken. Ik was bij de Lego Store in Amsterdam van de week. Ja. En daar hadden ze een... ik heb er een foto van gemaakt. Ik heb het nog niet echt gedeeld, maar dat had ik wel moeten doen. Daar zag ik dus een... Je gaat naar deze foto, ga je... Nee, ik ga het niet doorsturen. Maar helemaal geen zin in, veel te ingewikkeld. Maar er was dus een Lego set van een Atari 2600. Oh ja, ja. Die heb ik gezien op je Twitter-account. 250 fucking euro willen ze ervoor hebben. Ja. En ik had echt zoiets van, de originele Atari 2600 was niet 250 euro. Was duurder? Nee. Toch? Goedkoper, nee. Nou ja, maar als je dat corrigeert voor inflatie. Nou, dat misschien weet ik niet. 250. Volgens mij was die 200 gulden, eerlijk gezegd, met een game erbij. Serieus? Ja, dat was wat een Atari 2600 kostte ooit. Maar goed, weet ik veel. Ik was te jong om me überhaupt dat te realiseren. Maar wat wou ik zeggen? Wat volgens mij, die Atari's, in ieder geval de eerste beetje thuisconsoles, PC's, die waren volgens mij, als je rekent naar vandaag, 1200 euro. Ik wou zeggen, de Mega Drive was 1199 gulden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je voor 200 gulden... De Mega Drive was 1199 gulden? Toen die uitkwam met Altered Beast, moet je nagaan wat je dan had. Dat weet ik Jezus. Niet. Dat is retro, dat kan ik je wel vertellen in ieder geval. Ik weet dat de PlayStation 1 PlayStation... 1200 gulden voor. Nee, PlayStation 2 was dat. Nee, PlayStation 1. Nee. Voor Tekken. Ja, 100%. Met Tekken erbij, alles 1200 gulden. Want ik kan je nu alvast zeggen hoe de PlayStation is aangekondigd. Dat was, de Saturn was 399, PlayStation was 299. Ja, leuk en aardig, maar ik heb 1200 euro betaald. Ja, 1200 gulden, misschien ben je opgelicht. Nee, maar dat is gewoon wat die games erbij kosten, een extra controller erbij, alles bij elkaar. Ik was ook gewoon 1200 gulden kwijt. Ik weet 500 gulden, dat weet ik nog heel goed, 500 gulden met de NBA Jam Tournament Edition. Die wat, voor de PlayStation 1? Ja. Dat weet je nog, ja. Omdat je was 3. Die heb ik van mijn pa gekregen. Ja, toen je 3 was. Nee, want... toen was ik denk ik 11. 11, 12. En toen wist ik ben nog 35, hè, Boris. Oh, gelooflijk. Het gaat zo hard. Je bent zo groot de jongen geworden. Ja, nee, ik denk 11, 12 was ik of zo. Dus, Fuck. Ja. Ja, ik kan me nog goed herinneren. Ik was toen, 20, 22, 21, zoiets. Ik heb geen idee eigenlijk. Ja, jij was al pleuris oud. Wow, wanneer is dat ding aangekomen? Ja, want ik ben nu al bijna 60. 96, 95. Ja. 95, ja. PlayStation 1? Ja, volgens mij is het 94 Japan. Dat was ik 95 Dat was hier. Ik 22. Oké. Okay. Zat je dichtbij in de buurt? Zat ik wel dichtbij in de buurt. En je hebt 1200 gulden betaald. Dus ja, ik was toen, maar ik voelde me niet retro toen. Ik voelde me toen vintage. Ja, fair enough. Goed, wat is retro, wat is vintage? Als het signaal digitaal is, dan is het niet retro, nog vintage. Ja, vind ik.
Dat is mijn persoonlijke mening, hè? Ja. En ik vind opslagmedium is misschien ook wel belangrijk. Zoals als je games kan downloaden. Ja, ik weet niet. Nee, dat... Ik wil fucking cassettes hebben. Ik wil CD-discs hebben. En CD's? DVD's? Blu-rays? Ja, Blu-rays kunnen we zeker nog niet retro noemen, maar DVD's. Sowieso disc, ja. Er komt een moment dat misschien alles wat digitaal is. Dan zou je kunnen zeggen dat discs op de duur heel erg retro gaan worden. Dat je dat nog kocht. Je merkt wel dat publishers daar volgens mij wel graag... dat ze het niet heel erg vinden als alles dan digitaal wordt. Maar... Ja, nee, ze willen geld verdienen in digitale shit. Omdat je natuurlijk niet kan op marktplaats meer kunt zetten natuurlijk. Mm-hmm. Maar goed. En je kan vragen wat je wil. Ik zag deze week ook alweer een vraag voor iemand die FIFA 23 wilde. Hij zegt, als ik nu FIFA 23 wil hebben, moet ik €80 betalen in de PlayStation Store? Of ik ga met de fucking auto naar de supermarkt en daar kan ik het kopen voor €60. Waarom de fuck is het €80 terwijl het digitaal is, niet in een doos zit, geen logistiek bij betrokken is? Ja, omdat er geen concurrentie is voor de PlayStation Store. Ja, precies. Dat is het hele ding. Mensen snappen dat niet. Maar dan even wat anders, hè. Is retro... / vintage, is dat een sales argument? Dat is marketing. Ja? Tuurlijk. Is marketing allemaal? Zoals hij het nu al uitlegde. Ja, misschien in de games sowieso wel, ja. Maar ik denk, als je echt een... je kan retro ook zien als een visuele stijl bijvoorbeeld natuurlijk. Als je indies krijgt, bijvoorbeeld zoals Spelunky zou je kunnen Goed zeggen. Punt. Spelunky is retro omdat het een retro gameplay pixel design graphics. Heeft. En een beetje pixelachtige graphics. Enter the Gungeon is ook zo'n indie die ik heel vet vind. Die is ook, die is retro, maar dat is eigenlijk... Ja, gisteren zat ik daar toevallig over te ponderen, want ik zat Mario Maker te spelen. Te ponderen, zeg. Ik ben van de anglicismes. Ik vind pijnzen zo zwaar. Ik vind het ook mooi. Het kan ook. Je zat gewoon te ponderen. Ik zat bij mezelf. Ik denk, is Mario Maker dan... Ja, precies. Ik denk, is Mario Maker 2 retro? Daarom, hele dag. Maar ik bedoel, kijk, is Mario Maker 2 retro? En als dat retro is, waarom is Mario World... Dan is Mario World ook retro, maar ik bedoel, Mario Maker is geen retro. Nee, het is een nieuwe game die eigenlijk gewoon een retro game soort van is. Maar je kan switchen tussen de retro stijl en de moderne stijl. Maar dat het een stijl is, maakt het niet retro. Dat zegt hij net, dat retro ook een stijl kan zijn. Ja, maar... Zo zie ik het bij games vaak, zeg maar. Want anders wordt iets gewoon... Kijk, iets kan ook gewoon bejaard worden. Met, bepaalde games zijn bijvoorbeeld retro door de framerate, weet je. Als je nu op de PS2 een bepaalde game speelt, dan krijg je een soort van migraine van de framerate. Ja, dat is niet retro, dat is gewoon fucked up. Dat is gewoon fucked up. Maar wacht even, want ik vind het interessant. Hè? Want wat ze nu de hele tijd doen, is dat ze soort van... Ze nemen oude games en dan maken ze nieuwe graphics. Weet je, de remastered edition, de director's cut, bla bla. We krijgen nu... Wat die ellende? Horizon Zero Dawn. Zitten komen. Ja, die gaan ze remaken. Yeah. En ik heb echt zoiets van, nee, ze snappen het niet. Sony snapt het niet. Wat ze eigenlijk moeten doen, is ze moeten die game opnieuw uitbrengen in pixelstijl. Ze moeten dat gewoon, omdat het dan retro is. En dan? Nou, omdat ze kunnen ze er minder van vragen. Nee, maar ik denk dat Sony heel goed weet wat ze doen. Ze hebben zoiets van, weet je, de release lijst ziet er een beetje dunnetjes uit. Ja. Weet je, we hebben het vorige maand ook geprobeerd met The Last of Us. Minimale verbeteringen, €80. Mensen lachend fucking naar de mediamarkt om dat neer te leggen. Ja. Dus ik denk dat ze nu zo we gaan het project Select All, export naar 4K, klaar, hop, boom, precies. Op een diskje in de winkel, klaar. Maar dat is wel mooi dat je dat erbij had. Want ik moet ook zeggen, als je kijkt naar Horizon, die game in principe, die is natuurlijk gewoon nog, die is 4K 60 gepatcht. Er is eigenlijk helemaal niet echt een reden voor, toch, zou je zeggen? Om dat nu opnieuw uit te brengen. Ik vind het te vroeg. Wacht tot de PS7 of zo, dat er misschien echt een soort 8K... Hoe lang te vroeg? 20 jaar? Nou ja. 30 jaar? Ja, ik vind het wel te vroeg. Ik bedoel, veel te vroeg. Die game is net nieuw. Mijn punt is, en dat is ook met The Last of Us, die gameplay is nog steeds hetzelfde. Ik bedoel, kijk, op het moment dat jij echt zoiets hebt van, weet je hoe vet deze game was? Hij is hopeloos verouderd, maar die ervaring en de wereld en de karakters waren zo vet, dat gaan we even... corrigeren. Dat gaan we opnieuw bouwen en dan modern, zodat het weer vet voelt om te spelen. Maar dat is helemaal niet bij deze games aan de hand. Denk je niet dat ze gewoon... Resident Evil 2 bijvoorbeeld wel. Nee, dat is iets anders. Maar denk je niet dat ze gewoon GTA aan het nadoen zijn? Die gewoon soort van elke console-generatie dezelfde game opnieuw uitbrengen? Of Nintendo? Nintendo, dat is een verzachtende factor. Namelijk dat niemand de Wii U heeft gekocht en niemand de games op de Wii U heeft gekocht. Nee, hallo. Ik heb sowieso in mijn hele leven, heb ik denk ik al gewoon de originele Super Mario Brothers, heb ik al 5 keer opnieuw moeten kopen of zo. Zin. Omdat ik het op de Game Boy Advance wilde hebben en dan wilde ik het later op de Wii hebben. €5 hier, €5 daar. Hey, maakt niet uit. Boris. Zo pakken ze je. €5 hier, €5 daar. Dat is waar. Dat heb je bijvoorbeeld met Nintendo, zie je dat ook, weet je wel. Dat had ik het...
eerder over. Van als jij een goede software library hebt, dan kan je in principe heb je eigenlijk een soort van alleenrecht over de prijs. Want ja, Nintendo games gaan nooit in de aanbieding. Ja. In principe worden Nintendo games, zelfs als ze ouder zijn, niet echt retro. Want ze brengen nu Tropical Freeze, volgens mij een game uit 2014 of zo. Ja, zoiets. Die brengen ze uit op de Switch in 2019. En dan is het gewoon weer een nieuwe game. Dus Nintendo die heeft een soort van, die kunnen gewoon... Die hebben ze toch al uitgebracht? Komt die nog een keer? Ja, op de Wii U en nu op de Switch. Ja, nee, snap ik. Ik dacht dat hij op de Switch was. Nee, hij is ook wel op de Switch. Ja. Maar dat voorbeeld haalt hij aan. Oh ja, nee, oh, ik dacht dat hij nog kwam op de Switch. Nee. Oké. Nee, maar absoluut. Maar dat vind ik ook niet echt een retro game. En met die Switch games heb ik wel zoiets van... Ik bedoel, Wii U, Switch, het ziet er allemaal hetzelfde uit. Het zijn gewoon die Nintendo graphics. Ja. Het is hartstikke mooi. Fair prima. Enough, maar die oude shit, weet je. Ik bedoel, als je kijkt naar Rockstar, wat die aan het doen zijn met GTA. Dus weet ik veel. Elke 7 jaar komen ze met dezelfde game uitzetten. Ik bedoel, dat werkt alleen omdat mensen dat GTA Online willen spelen. Ja. En... ik vraag me af. Kijk, er is geen Horizon Zero Dawn online. Weet je? Er is geen enkele reden om die shit te kopen. Ik bedoel, je koopt hem voor de PlayStation 4 nu op Marktplaats voor €15. Ik kan me niet voorstellen dat mensen er meer geld voor vragen. Dan heb je een prima videogame. Leuke ervaring. Lachen. Kun je de game spelen. Maar je bespreekt nu precies alles wat The Last of Us Remastered ook had. Nou, kon je voor €9 oppikken. Ja, The Last of Us Remastered heeft volgens mij wel... hebben ze die AI ook herschreven op de stijl van Last of Us 2? Daar geloof ik helemaal niks van. Zeggen ze. Ja. Ik heb een dev video gezien met wat lijntjes en poppetjes. Ik heb de review gedaan. Ja, dat hebben ze aangepast. Maakt het een wezenlijk verschil in de game ervaring? Nee. Nee. Ja, helemaal niet. Nee, ik denk dat... Ja, goed. Maar dat is het. Maar persoonlijk is gewoon iets raars aan de hand. En ik denk gewoon dat zij gewoon een ontzettend gat in hun development proces te opvullen zijn met al die soort van opnieuw uitgebrachte shit. Ik denk dat het pijn doet. Ik vind wel namelijk dat retro, en dat heeft het gemeen met wat Sony aan het doen is. Het is heel vaak gewoon een cash grab. Het is gewoon, even om een anglo-sicisme erin te gooien, wat jij net aan het doen was. Terwijl je aan het ponderen bent over... of retro wel of niet een cash grab is. Ik vind van wel, man. Ik vind echt dat ze het gebruiken om makkelijk geld te verdienen. Nou, dan heb je het over de miniconsoles, denk ik. Want dat vind ik... Ja, maar dat was toch leuk? Bij de NES was het leuk. Mm-hmm. Ja, één keer. Maar vervolgens brengt iedereen hetzelfde allemaal uit. En het is eigenlijk gewoon allemaal een cheap ass fucking Raspberry Pi. Raspberry Pi met een skin. Maar dat is het hele probleem. Het zijn niet de oorspronkelijke consoles. Nee. Dat is het grote probleem geweest. Want Nintendo heeft dat gewoon verkeerd gedaan. Ze hadden de oorspronkelijke chips erin moeten zetten, zodat je de oorspronkelijke ervaring hebt. En je krijgt nu gewoon, ik bedoel, je kan nu net zo goed een Raspberry Pi hebben en gewoon al die shit erop gooien. Maar dan was het weer veel te duur. Want kijk, Raspberry Pi, dat is gewoon voorhanden. En dat kunnen ze makkelijk bulk inkopen, bulk programmeren en bulk eruit gooien. Sterker nog, ze hadden ook, volgens mij hadden ze ook in de code lopen rommelen van dat ding, hadden ze gevonden dat Nintendo gewoon een van de emulator van een andere guy had gemaakt. Ja, nee, te emuleren. Open source emulator. Zet SNES of zo, hoe lui wil je zijn? Ja, nee. Het is ook wel een beetje hypocriet, hè? Als ze die crackdown van hun altijd op emulatoren hebben rond. Ja, dan zelf gewoon die shit ook gewoon gebruiken. Nou, dat vond ik, je had toen ook de Commodore 64 was retro en de Sega ding. En dan zag je ook op een gegeven moment dat je daar heel makkelijk gewoon andere ROMs op kon zetten. Ja. Zodat je al die game, omdat het gewoon toch maar een emulator is. Ja. Wat dat betreft... Want ik heb dat dus helemaal opnieuw ontdekt. Hè. Ik bedoel, ik heb een soort van Raspberry Pi, helemaal een soort van... Ik had een hele vette beeld gevonden. Mm-hmm. Want je hebt gewoon een hele fanatieke retro scene, waarbij mensen dan een soort van favoriete games allemaal op één ROM zetten en hebben ze filmpjes ervan, slikken interfaces. Emulation Station toevallig? Ja, ook. Ja, het draait allemaal op Emulation Station, maar ik had dan, dit heette dan de Rick Dangerous ROM, was dat. Dan moest je echt een soort van SD-kaart van 1 gig hebben om dat op te zetten, maar het was echt super vet. Ik had echt zoiets van, ja, ik hoef die games niet allemaal te spelen. Ik vind het tof dat je een soort van encyclopedie hebt. Mm-hmm. Weet je, je kan er doorheen, je kan... Snap ik. Ja, ik vond ook de handheld versie daarvan super cool, weet je. Is dat die ene, die kleine? Die kleine die we toen niet hadden. Dat is echt een vet ding gewoon. Dus dat, maar werkt het echt? Ja, is het echt leuk? Ja, ik vind van wel. Ja, maar misschien is het ook wel een ding, zeg maar, dat wat jij ook zegt van retro is een soort cash grab. Maar dat merk je ook vaak gewoon bij, ja, bijvoorbeeld Nintendo, die brengt zoveel games zo vaak uit. Dat je op de duur merkt, ik denk ook dat het niet echt integere remakes worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Final Fantasy 7 vond ik een hele, nou ja, dat is echt een remake waarvan je zegt,
die heeft iets toegevoegd aan het origineel. Resident Evil 2 is ook een remake, die heeft iets toegevoegd aan het origineel. Ik zou Final Fantasy 7 remake niet eens meer een remake noemen. Wat misschien gek is. Reimagining is meer, meer een spin-off of zo. Ja, maar in ieder geval betaal je er dan nog gewoon zonder veel problemen €60 voor. Oh ja, zeker. Double and was waard. En dat is het hele ding. Compleet nieuwe ervaring. Dat is misschien het beste om. En dat is het probleem met die cash grab. Dat je er gewoon een oude game zit te spelen en denkt van, Jesus, heb ik dit gekocht? Weet je, en dat is echt die retro-ervaring. Dat je gewoon een soort van heel hard in je reet geneukt wordt door een van de uitgever die gewoon al zijn oude crap opnieuw uitbrengt. Ja. En het rare is dat het is van alle tijden. Want ik bedoel, hoe vaak hebben we al niet een Namco Collection Volume 8? Ja, Namco Museum inderdaad. Ja. Dat ik echt zoiets heb van Namco Museum. Het is creatief gevonden, maar het zijn gewoon hele oude gare games. De retro games worden gewoon over het algemeen een beetje overrated. Wat de retro voor mij sterk maakt, is dat het altijd een persoonlijke... Daarom begon ik ook over nostalgie. Het is altijd een persoonlijke herinnering. Ja. Vaak vanuit je jeugd. Je weet nog precies, wat ik al zei, bijvoorbeeld met die PlayStation. Ik kreeg de NBA Jam Tournament Edition PlayStation 500 piek. Ik wist nog, we hebben bij Megapool gehad. Dat bestond toen ook nog, weet je. Ja. Kijk, en dat soort mooie anekdotes, dat is wat het voor jou waarde geeft. En dat is ook waarom je het wil hebben. Ik ben een collector en volgens mij jij ook. Mm. En ik raak er bijna nooit aan. Maar ik wil het hebben. Precies. Ja. Maar je kan er ook stellen dus dat games niet retro worden gedeveloped. Ze worden retro nadat ze zijn gedeveloped, omdat ze een bepaalde cultstatus hebben. Worden ze op de duur retro omdat ze bijvoorbeeld nog... Kijk, dan sommige games blijven speelbaar door de jaren heen. Maar je hebt ook games die bijvoorbeeld die zijn niet meer speelbaar omdat ze gewoon ruk zijn. Bijvoorbeeld die een beetje vroege 3D-games op de PS1. Weet je, er zijn best wel veel games die... Alles op de PS zijn. Ja, precies. En eigenlijk zeg maar Super NES-games, die kan je nog steeds spelen. Die oude Castlevania's op de NES, die zijn nog steeds fantastisch. Want die difficulty is niet... Het is niet ingehaald door een equivalent, zeg maar. De 3D-games zijn inmiddels allemaal ingehaald door betere games met... Het is ook een HDMI-probleem. Dus omdat die consoles geen HDMI hadden... Mm. En eigenlijk alleen maar goed werkt op een CRT-televisie. Als je dan bijvoorbeeld die PlayStation 1-emulator... Als je dat ding, die mini PlayStation 1... Als je dat aansluit met HDMI... op een moderne LCD-tv. Dat is niet te doen. Dat ziet er niet uit gewoon. Maar ik vind dat je daar wel een punt hebt. Kijk, 16-bit, dat is een beetje het moment dat ook 2D... gewoon helemaal tot volwassendom is gekomen. En eigenlijk ook is uitontwikkeld. Ik bedoel, als je de allerbeste Super Nintendo games pakt... en het neerlegt naast de nieuwste indie games... die ook gewoon gebruik maken van een 2D-platform... Mm-hmm. Noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Is net zo goed. Ja, weet je, misschien zelfs nog beter vroeger. Maar oké, whatever. In ieder geval net zo goed. En dat bij 3D, inderdaad, de eerste generatie kan je overslaan... Maar vanaf GameCube, Xbox, dan beginnen toch wel een paar games al gewoon die vandaag de dag nog steeds goed doen. En daar begint ook de penarie dus. Dat de type games zijn die ze gewoon in een nieuwe engine flikkeren met een hogere resolutie en textures even upscalen keer 2. En dan heb je ineens een nieuwe uitgave voor €40. Ja, het is bijna een soort van pervers of zo af en toe. Je ziet wat voor prijzen er worden gevraagd in e-shops voor... Ja, dat wordt dan een remake genoemd, maar eigenlijk heeft iemand daar gewoon de resolution slider omhoog gedaan. Klik, export, hatschikidee. Maar heb je al eens gezien wat voor prijzen er gevraagd worden bij bijvoorbeeld van die retro console shops? Weet je, ik bedoel, ik vind namelijk het hele ding. Hè? Daar heb ik nog nooit wat gekocht. Ik heb alles in mijn collectie, marktplaats gewoon als een gek zoeken. En heel misschien soms eBay, dat werkt ook nog wel. En direct bellen ook op marktplaats. Ja, absoluut. Voor mijn broertje, die is heel ziek. wat ik zo fascinerend vindt. Je ziet het. Er is een soort ding ontstaan dat van alles van vroeger is op een of andere manier geld waard geworden. Ja. Dus waar je vroeger bijvoorbeeld één keer per jaar door je klerenkast ging en je t-shirts wegflikkerde die je niet meer droeg. Daar gooi je het nu. Is er nu een soort vintage t-shirt site waar €150 wordt betaald maar voor. Maar het is nog steeds die fucking zelfde oude kutbroek. Natuurlijk. Maar dat is wat ik bedoelde met iets vintage bestempelen. Dat is gewoon marketing. Kijk naar sneakers, man. Als jij 10 jaar oude Air Max'en hebt, weet je, en ze zijn nog enigszins goed. Shit gaat, ik bedoel, het hangt van wat het is natuurlijk al. Maar ik bedoel, als het een beetje bijzonder is of het is een klein beetje limited, dan dat gaat voor gigantische bedragen. Daar zeg je wel wat. Kijk, want dat is met zowel sneakers als met games zo. Als het limited is, ik bedoel, je hebt op de N64 heb je games die zijn waardevol. Dat zijn verschrikkelijke games. Dat is echt Pietje Bakkers Bowling Alley 64. Ja. Zijn twee van de gemaakt. De gouden ooit. Zelda cartridge. Dat is wel een goede game, maar. Wat, die bowling game die ik... Zelda is een goede game, maar die gouden cartridge was... Maar die leveren het niks op, want daar zijn er gewoon miljoenen en miljoenen van verkocht. Schaarste creëert de prijs. Dat is net als sneakers ook. En Nike weet dat natuurlijk ook. Die brengen nu 1 keer per jaar 10 Air Max uit. En dan kruipt iedereen over elkaar naar de top om 1 te bemachtigen. En dan staan ze direct een dag later op marktplaats voor 500, 600 piek. Ja, dat is de wereld waarin we leven. En die schaarste die met retro
games, dat zie je bij die console shops ook. Die checken gewoon in inventory. Die zeggen, oh, ik heb 50 keer Wayne Gretzky 64 en ik heb 1 keer, noem een zeldzame game. Ja, weet ik veel, Snowboard Kids of zo, daar hebben ze dan 1 van. Ja, die wordt dan €200 en die andere, die wordt dan, nou ja. Ja, kwaliteit is niet meer leidend. Je hebt toch dat die rel rond dat rating agency. Dat ik ben even vergeten hoe het heette, maar dat je had dat hele ding, dat die hele dure oude videogames, die worden dan, weet je, die krijg je dan in zo'n box. Ik heb toen nog eens een keertje bij Peter Riesebos zo'n ding uitgepakt. Ja, ja, ja. Weet je, die had er 2 ton voor betaald. Net zoals die mensen die ook die kaartjes taxeren. Dat soort precies, dingen. Ja, zo'n taxatiebureau. En die werken dan samen met zo'n online veilingplatform, weet ik veel wat. En het is gewoon een scam, weet je. Die zijn gewoon aan het zeggen van, deze shit, die is niet €500 waard. Nee, die is gewoon €50.000 waard. Hop, stempel erop. Ja. En dan belangenverstrengeling ook. Ja, daarom. Weet je, dus dat is een soort business die elkaar in stand. Het is helemaal geen vrije markt met vraag en aanbod. Er is helemaal geen vraag en er is ook geen aanbod. Het is gewoon kunstmatig. Ik denk dat Koos dat dan ook wel kan beamen als jij collector bent. Ik doe dat ook al best wel lang. En ik heb op Marktplaats de prijzen heel erg zien stijgen de afgelopen 15 jaar. Dat je echt denkt van, wow. Nou, vooral de afgelopen jaren vind ik het echt veel harder gaan. Maar geef eens een voorbeeld. Wat kost een PlayStation 1? Ik ben op zoek naar een GameCube. Want mijn huidige GameCube lees geen disc meer. Ik had eigenlijk de digitale. Ik heb een eerste generatie GameCube. Ja. Die heeft een digitale out. Ja. Dan heb ik een adapter voor. En dan kan je hem gewoon echt aansluiten op je tv. Zonder bullshit, zonder omzetting. Okay. Gewoon native digitaal. Het ziet er fantastisch uit. Lees geen fucking disc meer. Dus kut. Nou, ik een nieuwe GameCube opzoeken. Ik weet nog, een paar jaar geleden waren ze echt €15 per stuk. Mm-hmm. €15 per stuk. Voor een volledige GameCube met alles erop en aan. Nu minimaal 50. Nou, maar ik vind dat beide niet veel geld. Het is niet veel geld. Nee, maar het is meer dan verdrievoudiging van de prijs. Het kost echt geen €15, man. Ik heb er namelijk nog eentje geprobeerd te kopen. Ik vond het best wel lastig. Een paar jaar geleden was het echt €15. Okay. Ja, ze waren echt heel cheap. Ja, ik heb nog een PlayStation 1 laatst met een hele stapel games op een Koninginnedag voor €5 gekocht. Ja. Weet je, en dat denk ik. En als je die nu, ik bedoel, die zijn nu echt niet duur hoor. Maar ik bedoel, dan krijg je nu ook wel 50. En het is, ik denk eerlijk gezegd, het gaat niet zozeer om het bedrag. Ik denk dat mensen gewoon zoiets hebben. Fuck it, ik vraag €50 voor. Want minder is niet echt de moeite. Dat en natuurlijk als je bijvoorbeeld een kringloopwinkel binnenloopt. En er liggen daar staan in zo'n heilige vitrine. Ligt dan even aan de voetbalspel. Precies, iedereen zit tegenwoordig gewoon op zijn telefoon en die checken gewoon. Het is eigenlijk, nou ja, net waar we het eerder over hadden, over die energieprijzen. De hoogste het hoogste aanbod bepaalt zeg maar de marktprijs. Ja, klopt. En als je daaronder gaat zitten, ja, dan doe je jezelf eigenlijk geen gunst. Dus dan ben je dus eigenlijk de lul. Ja, dan verkoop je hem ook maar voor 30. Zoals je zelf al zegt, je pikt het op bij mensen die er eigenlijk geen weet van hebben. Kijk, je geeft ze een prijs wat jij het waard vindt. Kijk, ik verkoop het niet door. Dus ja, voor mij is het puur wat ik het waard vind. Het is niet voor mij om te kijken, oh, nou, dan moet ik deze marge opmaken. En daar kan je altijd nog de krenten uit de pap vissen. Ik bedoel, ik heb een PlayStation 2 gekocht met 2 controllers, volledig in doos. Weet je, dat is altijd bij mij de standaard. Ik wil wel de volledige verpakking, alles erop en eraan. Want er zijn 150 miljoen PlayStation 2's verkocht. Maar hoeveel zijn er nog volledig geboxt en alle kabeltjes erop en eraan? Voor 3 tientjes, lachend, leg ik dat neer. Ja, dat is niet veel. Maar goed, oké, dus je spaart die shit. Je hebt ook daar een gigantische kast vol met al die oude rommel. Ja, klopt. Ik kan het gewoon niet voorstellen. Ik had het vroeger. Zo kan je het niet voorstellen. Desk kan ik me nog herinneren. Maar ik vind het wel tof. Dat is het niet. Het is gewoon dat die oude consoles, ik ga het nooit meer aansluiten. Dat is het eigenlijk ook niet hoor. Ik denk dat het ook is van als ik het gewoon uitstal. En het zit bij mij best wel achter in kast ook. Het is niet dat mijn hele huis een soort van heel gamey eruit ziet. Maar 1 keer in de zoveel tijd, het is net het begin van Jumanji, die film. Dan stof ik alles af. Dan pak ik zo'n doos en dan doe ik hem open. En dan denk ik, het is gewoon de poor man's collector, weet je wel. Er zijn mensen die... Ja, maar dat is met sneakers ook zo. Er zijn mensen die enorme loodsen vol hebben staan met oldtimers. Ja. Daar ook niet in rijden. Maar ja, oké, die hebben ze staan. Ja, dat kan ik niet voorloven. Ik kan wel een tweedehands GameCube nog kopen. Maar het is, want ik vind het wel grappig, want die mentaliteit is een soort ding op zich, weet je. Dat mensen zoiets hebben van, ja, het is... Mijn jeugdsentiment. Games zijn cultuur geworden op een gegeven moment. In het begin was het niet. Was het gewoon speelgoed. Ja. Want op een gegeven moment is het cultuur geworden. Ik kan me dat goed herinneren nog. En dat toen is ook die geweld in games discussies verstomd op een gegeven moment. Iedereen was daar klaar mee. En toen werd het cultuur. En weet je, dan ga je ook krijgen dat het... Er gebeuren gewoon vreemde dingen, weet je. Het gaat in musea terechtkomen. Ik vind nog altijd, toen we in Japan waren bij Hot Potato, een winkel in Akihabara, dat was gewoon... Daarom, als we naar Japan gaan, dan ga ik lijp, man. Ja. Ik moet die witte PSX hebben.
Die is wel hard. Ja, die moet ik hebben. En ik wil hem het liefst gewoon zelf in Japan kopen. Dat is een soort van PlayStation 1, PlayStation 2 hybride, als ik me niet vergis. En het ding ziet eruit als een grote DVD-speler. Glanzend wit. Het is echt amazing. Maar dat kun je toch wel ergens online kopen? Als je tuurlijk. Het is mooier als je het vindt. Hè? Dat is ook een stukje verhaal. En je hebt bijvoorbeeld ook die Panasonic Gamecube. Ken je die? Met die bizar ding. Maar god, die ga je echt niet vinden daar. Die Panasonic Gamecube, dat is echt super ontzettend. Ja, we zijn toen bij die collector geweest in Nederland. Die had er gewoon twee staan. Ja, nee, tuurlijk. Die had ook die 24 karaat gouden Wii. Had hij ook gewoon in zijn huis. Dat die letterlijk van het Engels Koningshuis was of iets dergelijks in eerste instantie. Bizar. Ja. Oké. Nou, lachen. Goed, retro. Ja. Maar ik vind het knap dat we nog 50 minuten over retro versus... Gaat best goed. Zo, jij bent altijd juist die retro doet. Jij komt altijd met je retro consoletjes aan. En kijk, ik heb het hier werkend op gekregen. Ja, maar omdat... En dan kom ik net aan met mijn Steam Deck bij. En van kijk, ik heb hier een fucking Super Mario World. Dat interesseert je niet. Nee, omdat ik vind het ding lomp. Maar ik heb juist heel erg... kijk, wat ik er tof aan vind... Ik heb het idee dat ik iets anders tof eraan vind. Ja. En ik vind het heel tof... ik vind het tof dat er een retro cultuur is ontstaan. Dus je had al een gaming cultuur, maar er is echt een retro cultuur. En ik vind die scene heel tof. Die doen het zelfs. Dus wat je hebt... heel AliExpress staat vol met een soort van semi... massa geproduceerd, maar niet echt massa geproduceerde retro consoles. Weet je, en je hebt er echt heel veel. Echt heel veel. En sommige zijn heel duur, andere weer niet. Sommige lezen ook echt cartridges. En je hebt echt het meest bizarre shit heb je. En ik vind het heel erg tof dat dat aan het ontstaan is. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind een oude PlayStation 2 of een PlayStation 1 hebben. Weet je, wordt er niet heel enthousiast van. Hoezo? Ja, gewoon. Ding heeft zo'n groot onderdeel uitgemaakt van je leven. Omdat ik er niet meer op wil spelen. Maar het grappige is dat ik ik heb een paar van die kleine handheld consoles van PowKiddy is zo'n merk. Of die. Die PowKiddy is een producent van die handheld retro dingen. En dan bestel je dat en dan zit er een SD-kaartje met 15.000 games en weet ik veel wat. Klinkt legaal. Ja, het is heel legaal, absoluut. Je hebt een betere, dat is de Mii U. Die hebben we hier toen gesproken. De Mii U Mini V2. Wat het tof is dat die gasten hebben echt gekeken van oké, wat moet er goed zijn en wat mag goedkoop zijn als een ding. En dan hebben ze echt gezegd van oké, wat er goed moet zijn is het scherm. Het moet echt een heel high-res scherm hebben. Mm. En de knoppen moeten niet cheap aanvoelen en blijven hangen, dat soort shit. Mm. En dat hebben ze gemaakt, weet je. En die dan merk je van oké, dat is dan gemaakt. En dan zijn er gasten en die maken allerlei, die maken een OS ervoor of die verbeteren een interface of maken een nieuwe skin ervoor of een nieuwe team of weet ik veel. En dan ga je dat installeren en gebruiken en heb je zoiets van wauw man, wat een vette ervaring wordt dat. Maar blijft dat dan niet op de duur heel snel in de kast liggen? Omdat er dan eigenlijk alweer, dat heb ik tenminste mijn eigen ervaring met het aan de praat krijgen van retro dingen op nieuwe apparaten. Ik vind dat vet, weet je. Ik bedoel, ik heb op zoveel apparaten games geïnstalleerd. Ja. Ik speel ze dan een uur en dan denk ik, oké, is er ook nog een ander apparaat? Nou, het hangt er vanaf. Je moet er een beetje in gaan zitten. En wat ik bijvoorbeeld leuk vond, is dat mijn zoon op een gegeven moment retro game ontdekte. En het is echt grappig, want ik nam hem veel mee naar Blast Galaxy. Had er helemaal niks mee. Echt lekker belangrijk, die shit. En op een gegeven moment viel het muntje. En toen begon hij tof te vinden. En toen ging hij Angry Video Game Nerd kijken. Oh, met een soort. Ja, maar echt. Maar ik wil. Serieus, die gast is nog steeds bezig. En die shit is nog steeds tijdlos. Het is echt fantastisch. De nieuwe shit is wel echt heel weak, hoor. Sinds hij met de productiemaatschappij in zee is gegaan, is het echt kut geworden. Nou, ik vind het nog steeds leuk. En ik vind het. Maar waarom vind ik het leuk? Omdat ik het grappig vind om die shit te zien hoe dom die games toen waren. Hoe die game design was. Maar dat is een goed voorbeeld toch, dat het niet meer gaat om de game, maar om het verhaal. Ja, precies. Maar ik vind het wel grappig dat als ik dat, en mijn zoon kijkt het ook, en dan zien we dat. En dan is het gewoon heel erg tof om even, weet je, of de RetroPie aan te sluiten en te kijken van, die game echt zo gaar? En voor mij is dat dus precies andere soorten. Ik wil gewoon echt analoog shit, nog halve gilde controllers, weet je wel, die heel krampachtig nog maar dat in je is hand heel zitten. Veel werk. Ja, dat is inderdaad is ook voor mij een beetje de issue. Als ik inderdaad, als ik mijn megadrive moet aansluiten, die zit dan ook in een doos, dan moet die eerst uit de doos. Ja, en dan ga die games maar regelen, weet je. Waar ga je in godsnaam een retro Commodore 64 game vandaan halen? Dat is juist het mooie. Dat
het is een soort van ontdekkingsreis. Een jacht. Voor mij was altijd het mooiste gedeelte van First Look Festival, waren de markraampjes. Ja, vind want ik ook tof. Daar stonden echt altijd van die gasten met red. En dan probeer je altijd toch een pareltje eruit te vissen. Ja, ja, oké, maar dan heb je een pareltje eruit. Maar het bizar is, ik vind oude videogame magazines tof. Ja. Weet je, ik heb al mijn shit weggedaan. En daar heb ik best wel spijt van. Ja. Niet omdat ik de ruimte ervoor had, want het nam ontzettend veel ruimte in. Maar ik. Een schoenendoos vol, jongen. Nou, ik had echt kasten vol. Maar goed, oké, ik schreef voor de PU, dus dan krijg je sowieso al die oude shit. En dat wordt ook op een gegeven moment retro. En dat, als je nu kijkt, man, houd een retro videogame magazine. Bijvoorbeeld, ik las Computer en Videogames, weet je, een Brits blad. Als je dat nu wil kopen, heel veel succes ermee, weet je. Gaat je gewoon £10 per magazine kosten. Ja, het heeft ook geen meerwaarde. Weet je, de ja, maar dat heeft het wel. Hoezo? Ja, omdat het is een nieuwe beleving. Computer en videogames? Nee, een oude. Oh ja, een oude wel. Van toen, maar daarom zeg ik van vandaag de dag maakt geen enkele fucking sens meer. Nee, maar dan is het ook niet nostalgisch. Nu, weet je wat nu van Future Magazine en van het best lopende blad is? Ja. Retro Gamer Magazine. Oh ja. Waarom dat ze gewoon dat op, ze zijn nog eigenlijk opnieuw bezig met retro game artikelen te maken. Zeg je trouwens wel iets. Ik denk dat je de retro gamer wel goed kan gebruiken als een soort van signpost. Gaat weer een Anglicisme erin, Anglicisme. Ja, weer een Engels woord. Signpost. Maar het is wel een. De retro gamer is wel. Ik vind dat heel mooi hoe zij met retro gaming omgaan. Het is een heel vet vormgegeven. Het is ook ontzettend informatief. Maar het diept ook uit. Zeg maar. Het geeft voor mij echt. Ik word er enthousiast van. Ik krijg echt het idee. En dan zeg je ook iets van het is een cultuurding geworden. Zo van, ik heb meegedaan aan deze fantastische cultuurwave. Maar ja, ik weet niet of... Ja, hoe zeg je dat? Voor mij heeft het magazine echt geen enkele meerwaarde meer. Door het internet, weet je wel. Websites, natuurlijk ten eerste, heeft de barrière zo laag gemaakt dat iedereen een goed verhaal kan publiceren. En, YouTube is nog eens de overtreffende trap. Kijk, weet je wat het is, Koos? Als jij in een winkel loopt en je ziet een gouden voorkant met een Zelda-schild embossed in een magazine, dan gaan mijn extra ogen aan. Ik loop gewoon een soort zombie naar die schappen toe. Ik denk, dit moet ik hebben. En dan kom ik thuis en nou ja, vervolgens flikker ik het in een doos. Maar dat bedoel ik. Maar dat doe ik niet met de YouTube-filmpjes. Die kijk ik aandachtig. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind die... Ik ben groot fan van Retro Gamer Magazine. En ze hebben ook specials om dezelfde tijd. Komt er een soort die kan je ook allemaal terug weer bestellen. Ze zijn fucking duur, maar het is echt heel goed. Ja, het is echt vet wat ze doen. Ja. Maar nu ik hier zit, reviewer? Maar ook gewoon van hoe kwam die en die game tot stand? Dat wat is was dit, het ja. precies? Ja. En, maar dan kijk je toch veel liever een videovorm? Nou. Geweldige edit, interviewstukjes erbij. Het is niet dat vervelend. Het ene is niet beter dan het andere. Dat zei ik net al. Ja, nee, vind ik serieus niet. Er is iets met magazines. Magazines zijn wel echt heel tof. Maar waarom zou je nog een magazine lezen? Nee, dat bedoel ik. Maar en toch is het tof. Maar dat is misschien een generatieding. Bij mij, serieus, de magie van een nieuwe computer en videogames. Dat die uitkwam, dat ik naar de ACO ging. Eerst 3 keer, en dan lag je er niet en dan lag je er wel. En dan weet ik nog goed, kostte 8 gulden, man. Dus fucking shit, duur. PlayStation Magazine, alleen maar voor de fucking demo disc. Ja. Dat was de enige manier waarop je fucking shit kon spelen op je PlayStation. Ja. Official Nintendo Magazine, gewoon voor de reviewlijst van de N64 games, die was voor ons heilig. Dat was gewoon een soort van, dat was de autoriteit op het gebied van wat was goed en wat was kut. Hebben jullie ooit walkthroughs gecheckt in game magazines? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik zat al heel vroeg volgens mij al wel op gamefacts.net. Het is ongelooflijk, man. Dat is een hele andere. Dat had je allemaal niet vroeger. Sterker nog, ik heb nog reviews walkthroughs geschreven. En dat was echt niet van, oké, ik download eventjes de Engels en ik vertaal het in het Nederlands. Nee, het was gewoon letterlijk die game uitspelen en opschrijven wat je doet. Veel te arbeidsintensief. Wekenwerk. Weet je nog een game waarvan je die hebt gedaan? Ik denk eigenlijk Monkey Island heb ik dat volgens mij wel gedaan. Die had ik toen echt sowieso al 2 keer uitgespeeld. Dus dat was dan redelijk makkelijk. En dat is wel, als je dat soort games in die tijd, als je dat had uitgespeeld, je kende die puzzels, dan was je er ook zo doorheen. Dat was echt... Mm-hmm. 2-3 uur speelde hij hem uit, weet je. En dan was ik in een paar dagen, had ik wel die walkthrough had ik uitgeschreven. Ja. En dat... dan ben ik wel benieuwd. Van welke game zou jij zo blind een walkthrough kunnen schrijven? Als jij nu een retro game zou hebben, waar zou jij zomaar... Bam, heb je hem gewoon af, zonder dat je hem weer hoeft te spelen. Oeh. Bijna dan. Je mag wel even spieken, maar... Ja, maar het heeft geen walkthrough nodig. Ik denk de game die ik het meest heb uitgespeeld is Halo Combat Evolved. Die heb ik echt te vaak uitgespeeld. Maar ja, dat heeft geen walkthrough nodig. Denk nee, voor mij wel. Ik heb hem nog nooit gespeeld, dus voor mij wel. En jij, wat zei jij? Metal Gear Solid, denk ik. Metal Gear Solid, hij heeft puzzelelementen. Ja. Ja. Ocarina of Time voor mij. Die kan ik gewoon zo vertellen wat je moet doen. Linksaf, rechtsaf, rechtdoor, brug over.
Ja, het is grappig. Dat, nee, ik heb het meer met King's Quest, Police Quest, Monkey Island. Maar goed, het is mijn generatie. Larry? Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Absoluut, ja, dat was de Sierra, eerste PC-game die ik speelde. Ja. Ja, dat was vet. Had die shit ook, man. Ik wist destijds niet wat de fuck het was. Ik weet dat als je het wilde spelen, moest je wat vragen beantwoorden die dan zo meteen... Ja, dat kreeg je een soort bevestiging van dat je wel 18 was. En anders start hij hem niet op, want start die vragen heb ik wel dan gewoon... Waarschijnlijk kon ik nog niet eens lezen, maar ik wist wel waar ik op moest klikken. Oh ja? Want ik kon de game wel werkend krijgen. Ja, ja, nou ja, goed, maar je kan het ook zo vaak proberen totdat je het goede antwoord hebt. Precies, hebt. Het was naarmate mijn Engels beter werd, begon ik ook steeds meer te snappen. Wacht even, waar gaat dat heen, weet je? Het was, maar was gewoon een andere tijd. Ik bedoel, als 8-jarige zat ik ook al Wolfenstein 3D nazi's neer te knallen, weet je wel. Ja, je ouders hadden niet zoiets, wat ben jij nou weer aan het doen hier? Mijn pa heeft die fucking shit geïnstalleerd. Hij vond het vet dat ik mega Hitler kon killen, weet je. Maar dat is toch ook een ding? Kijk, die game, als je dit nu zegt, heb je iets van wat? Toen je 8 was, deed je wat? Maar als je dan die game ziet, het zag er allemaal zo ontzettend pixelachtig en knullig uit. Maar, ja. Ik weet dat mijn opa was wel redelijk geschokt toen hij bij dat zag spelen. Oh ja? Ja, was echt, mijn leven! Ik had op de duur wel geleerd hoe je dan alt-tab kon doen. Weet je, als ik was in Carmageddon aan het spelen, dan hoorde ik mijn moeder zo toek, 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 dacht ik alt-tab. En dan even, ja, stop, weet je, zo met de muis een beetje om het pictogram en dan ging ze weer weg. Windows-tab, boom, boom, en dan vlogen er weer wat. Ik ben echt nog van ver voor. Maar kennen jullie een game die heette Commando Libië? Nee. Dat was een soort, je had een soort alternatieve game scene. Ja. En het was een beetje voortgekomen uit de demo scene. En games waren sowieso super simpel. En dit was volgens mij Commodore 64, misschien Amiga. En dat was dan extreem gewelddadig. Het was een shooter. En het enige ding was, als je dan een highscore invulde, dan stonden er een aantal mannetjes stonden dan voor een soort muurtje en die moest je dan executeren. En dan stond er onder een soort van, these are Gaddafi's children of zoiets. Zo. Ik weet dat mijn vader dat zag en ik kreeg een halve hartverzakking. Wat de fuck ben jij aan het doen? Ja, dat was dus bij mij met Wolfenstein 3. Ja, ik kan me echt in die tijd echt de games nog wel herinneren. Was Wolfenstein 3D hadden we dan. Jill of the Jungle hadden we een game. Gizmo's Galactic Conquest of zo was het. Dat Cosmos was Cosmic Adventure? Cosmic Adventure, dat was hem inderdaad. Zo bijna. Apogee. Ja, dat was echt amazing, man. En natuurlijk Commander Keen. Maar toen ook op de duur kwam die discussie kwam op gang over geweld in games. En mijn ouders gaven nooit een fuck. Ja, tenminste, ik mocht nooit gamen, maar ze gingen vaak. Tenminste, ik mocht maar zo lang. Maar ja, ze moesten naar de Albert Heijn, dan kroop ik weer de zolder op en ging de Nintendo aan. Tuurlijk. Ja. Maar op de duur kwam die geweldsdiscussie op gang. En toen hadden ze ineens zoiets van, nou, we willen toch wel even kijken wat jullie doen. Ja, we hadden gelukkig ook een N64, dus dan was alles goed. Diddy Kong Racing erin of zo. Maar uiteindelijk, ja, weet je, ik merkte wel dat er toen ook een soort van hele rare vibe ineens over gamen werd uitgestrooid. Zo van, ouders hadden ineens zoiets van, oeh, we moeten hiervoor uitkijken. Hoe zijn we ineens van retro op geweld in games gekomen? Ja, misschien is dat ook wel een retro onderwerp. Nou, ik kan zeggen, het is wel iets wat er opkwam natuurlijk in die tijd. Ja. Wat ik zei, de tijden van Wolfenstein 3D, dat heb ik niet meegemaakt of daar ophef over was, maar pas later merkte ik wel echt met GTA 3. Dat was, en GTA 1 en 2, dat kwam het ook wel een beetje, maar GTA 3 was die Jack, Amerikaanse advocaat volgens mij, Jack. Jack Dorsey? Nee. Nee, je hebt gelijk, er was een soort advocaat in Miami. Die ging iedere keer de hele tijd maar de rechtszaal in om die shit verboden te krijgen of zo. Ik weet niet, want het was al 18 plus. En het is hem gelukt, hè? Inmiddels is GTA 5 20 keer uitgebracht op 20 verschillende consoles. Ja, daarom. Het heeft alleen maar goed gewerkt voor GTA. Het was goede reclame, ja. Het was hele goede reclame. Precies. Hey, en even iets anders, hè? Ik zag, ik volg bijvoorbeeld een Instagram-account. En dat is, weet ik veel, Old Amsterdam heet dat of zoiets. En dat zijn allemaal foto's van de jaren 70, jaren 80 uit Amsterdam. En ik zat het vandaag te kijken en ik zag een foto voorbij komen van het Rembrandtplein in Amsterdam en dan had je een Wimpy. Weet jullie wat Wimpy is? Wimpy saus, ken ik alleen. Wimpy saus, had je dat? Nou, dat is nu een saus, dat heet Wimpy saus. Maar dat is de enige Wimpy die ik ken, waarvan ik niet weet wie die Wimpy is. Ik ken alleen Joppie saus. Nou, Wimpy was de eerste fastfoodketen in Nederland. Okay. En waarom heette het Wimpy? Ze hadden een grote gele W. En dat was gewoon de McDonald's. McDonald's W. En dat was nog voordat de McDonald's in Nederland zat, had je dus de Wimpy. Man. En het was hetzelfde idee, weet je, gewoon friet en dingen. En ik zat dat te kijken en ik weet nog dat ik soort van met mijn moeder naar de film ging op het Rembrandtsplein. En toen gingen we een film kijken. Ik weet gewoon nog welke film dat was, ook bizar genoeg. En was die film afgelopen en dan gingen we naar de Wimpy en dan kreeg ik een hamburger, weet ik veel, frieten, whatever. Maar ik zat die foto's ervan te kijken en ik realiseerde me gewoon van, Jesus Christ, het is zo fucking lang geleden dit. Mm-hmm. Maar ook
dat is ook retro, weet je? Ik bedoel, 40 jaar geleden... Hamburger halen bij de Wimpy? Ja, maar ik bedoel, jullie weten niet eens wat het is, weet je? Ik zit nu te denken, want Wimpy-saus is een snacksaus. Dus ik zit me nu af te vragen van even... Ja, nee, ik weet zeker dat het daar vandaan komt. Dan is dat dus een retro-saus. Dus dan hebben we toch bepaald wat retro is. Wimpy-saus, dat is de definitie van retro. Alleen niemand kent het. Dus maar we hebben nog niet bepaald wat de voorwaarden daarvoor zijn dan. Shit. Ik moet je zeggen, ik heb nog nooit Wimpy-saus gezien. Dus ik ben op zich nu wel geïntegreerd door Wimpy-saus. Wat voor saus staat er op die burgers? Nou, kijk, je weet het alles was van de McDonald's gejat. Dus ik neem aan dat het gewoon een soort frietsausachtig dingetje was. Met een beetje mayonaise met wat kruiden, zoiets. Dat, maar who knows. Goed. Ik denk dat we hier rustig nog kunnen doorpraten. Dat ik mijn grijze baard nog langer is geworden. Maar retro is denk ik een onderwerp wat nooit stopt. Er komt ook steeds meer dingen die nu nog... enigszins oké zijn die straks retro zijn. Weet je, dat gaat steeds meer bijkomen. Ik denk vanaf de volgende console-generatie mogen we ook PlayStation 3 retro noemen. Ja? Ja, denk het wel. Ik ben nog niet klaar om PlayStation 3 retro te noemen. Dat is echt nog daarom zeg ik nog, dat nog gewoon nog kunnen... 10 jaar is dat, denk ik. Wat voor stap zou daar dan, zeg maar, essentieel voor zijn? Dat de 8K op de standaard wordt, dat je echt denkt van... nou, dat was dat zeg maar, we dan op dat oude gamen terugkijken... als een soort postzegel-size uitgerekt op een beeldscherm... dat het ineens, dat je zegt... Maar het heeft ook met de snelheid van processoren te maken. Dus als je... Kijk, nu heb je bijvoorbeeld als jij een, weet ik van, Raspberry Pi hebt, dan draai je daar met je emulation station, draai je daar PlayStation 1, Dreamcast en 64 games op. Mm-hmm. Maar je wil natuurlijk PlayStation 2, PlayStation 3, weet ik veel. En op een gegeven moment komt er een nieuwe Raspberry Pi achter iets wat zo snel is dat je gewoon PlayStation 3 games kunt spelen erop. Nou, en dan is dat... het, precies. Dus als het op de Raspberry Pi geëmuleerd kan worden, dan is het retro. Dan is het retro, ja. Ik vind dat wel blij dat we een antwoord hebben. Ja, dan kunnen we zo simpel is het. Emulation station is gewoon... Raspberry, Wimpy, zou... Nee, oké, sorry. Wimpy saus ga ik gelijk checken. Ja. Nou goed. Laat even in de comments weten wat je vindt van Wimpy saus. Of je ooit gegeten hebt bij de Wimpy. En wat voor jou de definitie is van retro. Dan wel vintage. En dan kunnen wij daar verder op gaan ponderen. Oké, later.